Studenten uit 6 hogescholen maken hun radio top. Radio High School. Rock'n'roll Radio High School. Alles moet snel, het is live. Stressen tot en met. Maar als je dan kunt meehelpen met het programma of iets kunt doen wat dan toch lukt, dan krijg je er heel veel voldoening uit. In Confest hebben we geprobeerd om bekend Vlaanderen dingen te laten opbiechten. En we hebben ook heel leuke confessions gekregen van luisteraars. Ik durf dat gerust toe te geven. Een van mijn persoonlijke favorieten, Kesha en Pitbull. Rock'n'roll. Superleuk dat we die kans krijgen. Ik wil dat ook heel graag later doen. Gewoon het tempo, het ademhalen, het praten, de zenuwen. Dat het totaal anders is dan bij ons op school. Dat hier echt veel meer zo met luisteraars wordt gecommuniceerd en gepraat. Op de Facebookpagina komt er veel reactie. We hebben veel likes gehad. En dat is gewoon fantastisch. Het enige jammer is dat we altijd maar om 2 uur beginnen en dat Eva Taleman hier niet rondloopt. En ik vind dat eigenlijk een super knappe. Ik vind het heel leuk om met woorden te spelen en dat is juist het leuke aan de radio. Dat veel dingen eigenlijk door één persoon moeten gedaan worden. Alles is op het laatste moment nog gecanceld en radio is echt op het moment zelf. Je hebt meteen die input van die luisteraars en je doet daar iets mee en je moet daar ook iets mee doen. En het is gewoon, je weet ineens, dit is radio maken. De eerste 5 minuten is altijd een beetje sterven. Maar het was wel heel leuk om te doen. Zeker met Caroline, die heeft me heel goed begeleid. Dus echt een keer het echte leven van de radiomaker staan. Ik heb Vox Pops opgenomen, dat is dus eigenlijk overal mensen vragen gaan stellen. Dat de Snapchatters van M&M, dat eigenlijk allemaal kleine smeerlapjes zijn. Wat dat ze allemaal doorsturen, dat is de vreemdste dingen, geloof me. Het communiceren gebeurt eigenlijk volledig achter glas en alleen met een klein microfoontje. En om dan de aandacht te kunnen trekken van de DJ is dat niet altijd even gemakkelijk. Dat je bij M&M serieus wat pepers in je gat mag steken, want het is echt wel hippe radio en het moet allemaal snel gaan. Rock'n'roll Radio High School.